Goedemorgen. Welkom in Ierland. Het gaat heel veel regenen. En het regent nu al. En het, ja, geweldig gewoon. Florida Sunshine State. Op een ander eiland. De jongens gaan het even proberen met light tackle. En ik ga een paar uurtjes op het plafond. Dus, ik ben benieuwd. Het is een raar gezicht, jou met mijn bed. Het is even droog nu, dus we gaan ervoor. Kijk, een light tackle plekje. Die zit daar een tijdje lekker te vervangen. Zo. Zo'n vrije dag. Jongens hebben al lekker zitten vangen met light tackelen, maar we werden net gebeld. We werden net gebeld door het vliegveld in Miami. Ik zag iemand helemaal smilen. Opveren. Opveren, ineens grapjes maken, hij kon weer lachen. De tas is al thuis. Die tas is in Amsterdam. Dus misschien komt hij er nog aan, maar hij is gevonden, hij is in Amsterdam. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk in Amsterdam. Ik ga hem openmaken of mijn spullen er ook. Ja, het is een maaltijd. En als hij hier komt, had hij beloofd, dan kregen wij een gratis maaltijd. In een drie-sterren hotel. In een drie-sterren hotel, ja. We gaan hem helemaal leeg trekken, die Smit. Die spijt krijgt dat hij gevonden is. Zijn derde aanbeet van Erik. Twee keer een tarpon die er helemaal uit kwam. Niks kunnen doen. En nou neemt hij lijn, jongen. Hij neemt lijn. Ho, ho, ho. Doet. Ik heb de grootste vis van de vakantie eraan. Kom op, we hebben nog niks gezien. Nee. Hij kan nog springen. Dat gaat ook nog wel even duren, ben ik bang. Ik denk dat dit haai is om de kopschudder te voelen. Kopschudder. Godverdomme. We gaan hem er achteraan varen. Het is echt een grote vis. Godverdomme, nog een doel. Komt hij? Oh, kijk eens wat een grote jongens. Zo. Ah, kom. Ja. Zo, die gaat er even in hangen. Ach, gaat gewoon hangen. Even wachten, we snijden. Dan kan je heel mooi. Oh, daar houdt ze bek op.